We gaan proberen met elkaar hier, ongeveer 1500 mensen, in gesprek te gaan. Dat is niet gemakkelijk. Ik kan me niet herinneren dat dat eerder zo is gebeurd, maar we gaan het wel proberen. We hebben een paar professionele hengelaars staan. Die staan daar. Die gaan geen vis vangen, maar die hebben wel microfoons. Zien jullie ze staan daar? Steek je even goed je hand omhoog? Ja, heel goed. Heel goed. En zo dadelijk gaan we met elkaar het gesprek aan en dan ga ik mijn mond houden. Maar er zijn een paar spelregels heel erg belangrijk. Als je het woord wil, dan steek je je hand omhoog en dan krijg je van mij het woord. Of niet, ik denk niet dat iedereen aan de beurt kan komen, gok ik. Maar we gaan ons best doen. En vervolgens is het heel erg belangrijk dat je vertelt uit je eigen ervaring. En voor alle anderen die luisteren, het zijn de ervaringen van die persoon. Bestrijd ze niet. Weet je, respecteer elkaar in alles wat je zegt. En ik vind het heel belangrijk dat je even gaat staan, zegt wie je bent, waar je vandaan komt, in welk vak je zit. En dan gaan we met elkaar het gesprek aan. Wie als eerst? Dit is altijd mijn favoriete moment. Wie als eerst? Ik zie iemand achter daar opspringen. En soms moet ik het beschrijven, zeg maar. Dus, omdat ik niet al jullie namen, ik heb ze geprobeerd uit mijn hoofd te leren. Maar dus man, brilletje, zwart shirt. En het is donker, hè, dus ik kan het niet altijd goed zien. Dus als ik het verkeerd beschrijf, sorry. Hallo, ik ben Thomas. Ik werk in de ouderenzorg op dit moment, demente bejaarden. Maar ik herken eigenlijk 3 van de 4 verhalen ken ik wel, omdat ik in heel veel sectoren werkzaam ben geweest. Ik heb in de kinderopvang gewerkt, ik heb gehandicaptenzorg gedaan, stages gelopen in speciaal onderwijs. Dus ik herken heel veel verhalen en eigenlijk al die verhalen kloppen. Je merkt zoveel problemen, vooral de werkdruk, administratie. Waar komt bij jou de meeste werkdruk vandaan? Hoe komt dat? Administratie, wisselende diensten. Het niet mogen draaien van zoveel nachtdiensten per maand. Zeg maar, ik wil vaste nachtdienst zijn. En dat mag gewoon niet. Als je fulltime werkt, mag gewoon bijna niet in de zorg. Kostwinnaar zijn, het lukt bijna niet. Oké. Dankjewel. Wie herkent dit? Of wil iets totaal anders zeggen? Dat mag natuurlijk ook. Andere. Ja, hiervoor. De actiegroep Fysiotherapie in Actie zie ik staan. Heel goed. Ja. Goedemiddag. Ik ben Brenda van Gent namens de actiegroep Fysiotherapie. En namens de fysiotherapeuten wil ik zeggen dat wij dit allemaal herkennen. Administratiedruk, regels, marktwerking in de zorg. Dat zijn onze grootste problemen. Als ik naar de fysiotherapeut ga, wat ik wel eens doe, zo'n 40, 45 minuten duurt dan een behandeling. Hoeveel van die tijd ben jij en je collega's kwijt aan administratie? Ja, wij behandelen 30 minuten. Ja? 40% is administratietijd en die doen we allemaal in eigen tijd. Ja. Dus niet betaald, niet bezoldigd. Onze tarieven zijn al 13 jaar bevroren, geen indexering. Laag, 10 euro onder kostprijs. 10 euro onder kostprijs? We willen dit veranderen. Jezus. Ja, dank. Andere. Aan deze kant. Ja, daar, jongeman. Geblokt shirt. Iets om zijn nek. Tas. Het is een tas. Niet schrikken. Het is een tas. Ja, nee, ik heb niks. Nee, wat ik zo jammer vind om te horen is dat het inderdaad klopt. Dat het vertrouwen nergens te vinden is. Ik werk zelf ook in de zorg met jongeren. Wat voor zorg? Verstandelijk beperkte zorg. Oké. Okay. En wat nou heel zonde is, is dat mensen, mijn collega's, die 10 jaar ervaring hebben met een specifieke cliënt, die aangeven naar hogerhand van, die kunnen gewoon bij ons blijven. Die hoeven niet, omdat de situatie verandert, ook ergens anders geplaatst te worden of andere zorg nodig te hebben. En dan moet daar zoveel vergaderingen en multidisciplinaire overleggen over gevormd worden, zodat daar plaats kan vinden. En daar ben je dus ook heel veel tijd en geld mee kwijt. Want dat ik het goed begrijp, hè? Dus je zegt, soms zijn er mensen die wonen al 10 jaar in jullie instelling, en er verandert iets in de situatie, en dan komt er een heel overleg op gang dat iemand op weg zou moeten. Ja. Hoe zou jij dat anders willen zien? Hoe zou dat makkelijker kunnen, beter? Wat ik graag zou willen zien, is dat ze vasthouden aan wat ze pretenderen te zijn. He, zorg op maat. Wij luisteren naar de cliënt. Ja, ja. Wij willen dit leveren. Wij stellen hun mening ook op prijs. En dan wanneer de cliënt en de professional naast die specifieke cliënt aangeeft
dat dat mogelijk is, ja, dan wordt er niet geluisterd. Nee. Dus dan pretendeer je iets te zijn en bent het niet. Oké, dankjewel. Daar, aan die kant, mevrouw met een blauw shirt. Mijn naam is Marlies Peters. Ik ben bestuurder FNV Streekvervoer. Ja. Ik ben naast werknemer van de FNV ook moeder van een dochter die te maken heeft gekregen met de consequenties van de werkdruk in het onderwijs. Ik ben ook dochter van een moeder die zorg nodig heeft. En ik merk dat ook daar de administratie de taken heeft overgenomen. Ik ben vroeger ook werkzaam geweest in de detailhandel. En ik merk dat wij in Nederland geregeerd worden door aandeelhouders. Het gaat niet meer om zorg. Het gaat niet meer om onderwijs. Het gaat om geld voor de aandeelhouders. En dat moet stoppen. Dank je wel. Wie? Ja, ik zie hier iemand opstaan. Kijk, nou, u bent populair, mevrouw, want ze willen langs alle kanten naar u toe komen rennen. Nou, geweldig. Met, ja. Ik voel me helemaal vereerd. Ja, heel goed. Heel goed. Ja. Ik ben Evelien, kom uit Culemborg, ben fysiotherapeut, volledig contractvrij. Ik ben het met de vorige spreker volledig eens. Wat betekent contractvrij? Ik heb geen contracten meer met zorgverleneraars. Oh, oké. Okay. Mijn gecontracteerde collega's, die hebben te maken met de behandelindex. Zij mogen voor een, nou zeg jouw verstuikte enkel, jou 10 keer behandelen. Helaas heb jij 12 keer nodig. Zorgverzekeraar zegt tegen de fysiotherapeut, joh, pech, 10 keer krijg je vergoed of je krijgt een vermindering in jouw toelage. Jij hebt 30 keer fysiotherapie ingekocht via jouw aanvullende verzekering. Jij denkt, die fysio die nept mij. Nee, die fysio die nept jou niet. Die mag niet. Ik als ongecontracteerde, contracteerde, kom er niet eens uit. We doen straks Scrabble met z'n allen. Dus dat is even, onthoud heel deze goed. Woorden. Ja. Ja. Ik heb daar geen last mee van. Nee. En kan, dat kan dus. Je kan zeggen, Ik sluit geen contracten meer af met zorgverzekeraar. Wat is daar de consequentie van? Want waarom doet niet iedereen dat? De consequentie is dat de meeste mensen die een aanvullende verzekering hebben, een Natura-polis hebben. Op dat moment krijgen zij 75% van de door de verzekering bedachte vergoeding vergoed. En dat is nog aardig wat procenten lager als het bedrag waar Brenda het net over had. Ik vond dit dat zij bedachte kosten, zei je. Nee, ze de niet berekenen, ene verzekeraar maar bedachte. Levert het ene en het andere verzekeraar levert het andere. Dankjewel. Dank. Hier vooraan, mevrouw in het zwart. Blauw, sorry, hoe? Kreeg nu. Zie je dit? Ja. Gedoe. Nou Jesse, ik wil even namens UMC in actie spreken. Ik weet niet of de mensen... Ja, je mag klappen, daar zitten collega's. Ik weet niet of de mensen het in de gaten gehad hebben. Maar afgelopen zomer was maar 56% van de zorg beschikbaar. Dat is toch een afschuwelijk getal. Als ik kijk naar mijn eigen ziekenhuis... Wat betekent dat, hè? Als je zegt 56% van die zorg was beschikbaar? Waar moeten we dan aan denken? Dat er patiëntenselectie gaat plaatsvinden. Dat bijvoorbeeld in de wijk niet iedereen de zorg krijgt die ze nodig hebben. Een enorme werkdruk voor de zorgers die nog wel werken. Die lopen zich echt het vuur uit de sloffen. En nou ja, als ik kijk naar mijn eigen academisch ziekenhuis, dat is de LUMC in Leiden. Die heeft per dag zo'n 70 tot 80 bedden leegstaan, omdat ze geen fatsoenlijk personeel kunnen krijgen. En 4 operatiekamers zijn continu gesloten. En het betekent gewoon
We hebben nu geen goede CAO, al 9 maanden niet. En als je bedenkt dat de korten nog veel groter worden, is het natuurlijk apart dat de werkgevers niet bereid zijn om een fatsoenlijke CAO af te spreken. Wat is het belangrijkste punt in die CAO? Wat is nou, waarop zit het nou vast? Waar moeten die werkgevers nou in tegemoet komen? Willen weer een CAO komen? Nou, dat is allereerst het aantrekkelijk maken van het beroep. En hoe doe je dat? Ja. Nou, dat is werkdrukverlaging. Wat gewoon beter betaald worden. Ouderenbeleid, zodat je de oudere mensen beschikbaar houdt voor de zorg. Nou, dat zijn enkele punten. En je bedoelt niet de patiënt, dus oudere mensen, dus mensen die... gewoon iets personeel. Personeel. Ja, precies. Ja. Hey, je moet tegenwoordig, als ik naar mezelf kijk, ik ben nu 63, maar ik moet nog door. Nou, dat zou niemand zeggen hier. Toch? Niemand, toch? Nee, dank je. Maar, ik moet nog tot 67 en 3 maanden doorwerken op een afdeling waar het verschrikkelijk druk is. Wat is jouw afdeling? Dat is een intensive care, post-operatief intensive care. Okay. En ook daar, vroeger toen ik begon met mijn opleiding voor de intensive care, toen had je 1-op-1, maar de mensen waren niet zo gecompliceerd als tegenwoordig. En nu moet je er soms 1-op-3 verzorgen. En dat is natuurlijk een enorme werkdruk. De regeldruk is toegenomen, het aantal apparatuur. Wat rondom die bedden staat, is toegenomen. Nou, het is echt heel apart, vind ik het, dat de werkgevers gewoon niet reageren. Ja. Dankjewel. Dank. Blijf maar heel even staan. Ja, ik heb je gezien. We gaan zo daar naartoe, maar we gaan eerst nog even naar deze mevrouw. Als je het hebt over de intensive care. Ja, deze mevrouw met bloemetjes. Bloemetjesjurk, ja. Wat ik wilde zeggen, voordat je het woord geeft. Ik wilde, als het gaat over de intensive care. Voordat je, soms moet je dingen zelf meemaken, hè? Voordat je ziet hoe er gewerkt wordt. Mijn moeder is nog niet zo, of is een jaar geleden dik overleden en heeft een tijd op de intensive care gelegen. En dan, als je dan een paar weken daar zo rondloopt, dan zie je plotseling hoe groot die druk is. En hoe bijzonder het werk is wat mensen, wat ik eerder nooit begreep, is dat het, ik dacht zelf ook vaak, het is gewoon dat je, uiteindelijk iemand ligt daar. En je verzorgt die en je moet zorgen dat iemand dat het beter wordt. Maar de intensive care is ook een plek waar het niet altijd beter wordt. En dan heb je ook een familie. En dat je dan ook nog tijd hebt om er voor familie te zijn. Dat vond ik echt het meest bijzondere eigenlijk om mee te maken. De tijd die er alsnog werd gemaakt. Dus van hier naar al je collega's zou ik zeggen super bedankt. Dank je wel. De mevrouw met het bloemetjesshirt. Ja, de bloemetjes. Ik ben Astrid van Schaik. Werk daar in de kraamzorg. Zuid-Holland. Ik weet van 1 kraambureau inhakend op de werkdruk. Dat is in Noord-Brabant. Kraamzus. Die heeft gesloten omdat ze door het tekort aan kraamverzorgenden niet aan de zorg kon voldoen. De zorgdruk is bij ons zo groot. Dat is niet voor te stellen. We hebben werk voor 11.000 kraamverzorgenden en er zijn er nu nog ongeveer 8.000. Ik heb zelf, ik hoop dat ik het droog hou. Neem je tijd. We hebben alle tijd vandaag. Sorry. Het is goed dat je hier zo bent om te vertellen. Ik weet nog heel goed toen wij de thuiszorg, of de thuiszorg, de kraamzorg. Oh, wat was dat een genot, zeg, om te hebben. Ik zou niet weten, hoe voed je kinderen op? Zeg, je wordt vader, je schrikt je kapot. Wow, in één keer is er zo'n kind, niemand die je daar echt voor waarschuwt. En de hele nacht? Nou, ook. En het is super breekbaar, want je denkt, je doet zo'n rompetje aan en dat armpje valt eraf. En dan zijn jullie er. En dat doen we gewoon klaar. Ja, jullie laten dat dan zien. Ja. En dat is, het is en ook wij al... komen binnen en dan zijn ze ook stil. En dan komen we weg en ze gaan janken. Ja, maar dan moeten jullie mee kappen. Maar sorry, want ik haak... je was bezig over de werkdruk. Hè? Ik heb op 11 juni een thuispartus geassisteerd... waarbij het kindje dood ter wereld is gekomen. Nou, dan krijg je toeters en bellen, reanimatie, 15 man rondloont... We hebben nazorg gehad, 's nachts nog in Gouda bij de ambulancepost.
4 dagen later was ik weer aan het werk, want ik moet wel mijn minuren in de gaten houden. Op een gegeven moment had ik min 50 uur. Ik heb een contract van 70-80%. Maak het maar goed. Je krijgt geen cent. 3 dagen op wacht. Eigen tijd. Je bent niet vrij, maar je werkt ook niet. Dus ik heb uiteindelijk vorige maand 17 dagen geen vrij gehad. 9 dagen geleden ben ik omgevallen. Dus ik zit nu ziek thuis. En je bent hier. En ik ben hier. Dankjewel dat je dit verhaal met ons deelt. Dankjewel. Je wil nog iets zeggen? Mag. We hebben de tijd van de wereld. Wat nog wil vragen aan kraamverzorgsters hier aanwezig. Alsjeblieft, sluit je aan. Ik zit bij Zorg in Actie. FNV-kraamzorg, kraamverzorgersgroep, daar staat een oproep om een kerngroep te gaan oprichten. Ik heb er nu in totaal 5. Ik wil er 50. Ja. Heel goed, dankjewel. Dankjewel. Ik had daar de mevrouw in het grijs het woord gegeven. Achter wil ook. Nee, dat doen we allemaal niet aan. Ja, kom, we gaan zo hierheen. Ja, sorry. Mochten ze achter mij aankomen vandaar, dan komen jullie wel helpen, toch? Hoop ik. Ja. Ja. Ik ben Sandra, kom uit Culemborg, kom uit het basisonderwijs. En ik wil het heel graag even toch weer noemen, passend onderwijs. Ah. 2014... ik was er klaar voor, want ik heb toen net een studie speciaal daarvoor afgerond. Maar passend onderwijs is volledig mislukt. Even voordat je verder gaat. Wie vindt dat? Passend onderwijs is mislukt? Dat is nogal een stelling. Ja? Zo, dat is. Ja. Je hebt steun voor die stelling. Ja. Heel fijn. Nou, de politiek nog. wat het punt is... Natuurlijk, je wil dan graag iedere kinderen in je klas hebben. Ik ook. En ik heb ze ook. Ik heb op dit moment een jongetje met zwaar autisme in de klas. Het kind is heel erg bang. Het kind is ook agressief. Bijt, schopt, slaat. Hij heeft mij ook geprobeerd te bijten. Natuurlijk mag dat niet, weten we met z'n allen. Maar hij kan er ook niks aan doen. Op zich kan je die kinderen prima helpen. Maar je moet wel zorgen dat er faciliteiten zijn. Ik sta in mijn klas. De directeur is bij het management. IB staat tegenwoordig ook voor de IB? Klas. IB? Wat is IB? IB interne is... begeleider. Dus alles wat binnen onze school aan het werk is, staat voor een klas. Als een kind dan even echt een time-out nodig heeft... Kun je die niet bieden? Daarnaast heb ik een combinatieklas. Dus ik geef eerst groep 3, dan groep 4. Dan vliegt er eentje uit de pan. En het is voor het kind echt heel triest. En moeder wil heel graag natuurlijk dat ook voor haar kind de aandacht is. Wil ook wel graag verwezen worden. Maar dan gaan we door een scala van lijntjes, checklijstjes enzovoort... En uiteindelijk wordt het kind er zieker van. De veiligheid in de klas is niet meer gewaarborgd. Als je één ding zou mogen kiezen. Zeg maar, we hebben een soort van grabbelton hier. En dan kan je één ding kiezen. Mag je mee naar huis nemen of naar je klas? Om ervoor te zorgen dat het beter wordt. En dat je je werk beter doet. Dat voor dat kind ook beter wordt. Wat zou dat zijn? Extra mankracht. Of vrouwkracht. Oké, dankjewel. We gaan naar deze kant. We gaan eerst even hier naartoe. Daarachter zie ik iemand met z'n handen. Ja, ik heb daar ook echt zien komen. Ja. En hier ook. Ja. Hallo, mijn naam is Sven. Ik kom uit Amsterdam. Ik werk bij het UWV hier in Amsterdam. En toen ik daar begon met werken, toen schrok ik enorm. Ik zag dat er 1,3 miljoen mensen in Nederland op een of andere manier afhankelijk zijn van het UWV. Dat zijn natuurlijk enorm aantallen, 1,3 miljoen mensen. Die zitten of in de WW, of ze zijn arbeidsgehandicapt, of ze zijn ziek.
Nou, wij hebben steeds meer moeite om onze klanten persoonlijk te spreken. Om ze te helpen naar weg naar werk. Of de belemmeringen weg te nemen richting weg naar werk. Dat wilde ik delen. Dankjewel. En waar komt dat door? Want dat wil ik nog wel, wat je zegt, we hebben steeds meer belemmeringen. Wat zijn die belemmeringen? De rechtse kabinetten de laatste tijd, die hebben bijvoorbeeld het UWV teruggebracht tot 35 kantoren in Nederland. Nou, 35 arbeidsmarktregio's? 35 arbeidsmarktregio's. Dat betekent dat klanten van ons meer dan een uur onderweg zijn om ons te spreken. Nou ja, voor Wayon-klanten, dus mensen met een arbeidsbeperking, is dat echt een behoorlijke lastigheid. Je moet een uur naar ons kantoor komen. Vervolgens hebben we maar heel korte tijd om even met ze te spreken. We hebben moeite om ze vervolgens door te verwijzen naar andere instanties die hun zouden kunnen helpen. Om die belemmeringen op weg naar werk weg te nemen. Okay. Dankjewel. Dank. De meneer die daar een paar keer is opgestaan. Dag, ik ben Jan-Dirk Wildeboer. Ik ben jeugdbeschermer in een gemeente, grote gemeente in Nederland. En ik wil het hebben over de transitie die is ingezet. Het gaat even over kindermishandeling. Wacht even, jeugdzorg. Als je het hebt over grote transitie, hè, waar hebben we het dan over? Wat betekent dat? De transitie dat jeugdzorg en jeugdbescherming overgegaan is van de provincie naar de gemeentes. En daarbij is onder andere het aanbestedingsbeleid heel belangrijk, waar in Noord-Holland flink tegen geprotesteerd wordt op dit moment. Sterkte daarmee, mensen in Noord-Holland. Maar waar het om gaat, is natuurlijk om kwetsbare kinderen. En echt kwetsbare kinderen die in een gezinssituatie zitten waar sprake is van kindermishandeling. Nou is het zo dat in mijn gemeente, wij vroeger werkten met een gezin. En als daar drie kinderen waren, dan waren er drie maatregelen. En dan werden er voor drie maatregelen betaald. Nu hebben we een caseload van 16 gezinnen. Waarbij ook kinderen, 5 kinderen in een gezin kunnen zitten. Maar alleen die 16 worden betaald. Dus je kunt uittellen hoeveel werk dat oplevert. Daarbij hebben wij ook, zoals anderen ook, enorm veel administratieve rompslomp. Dus je kan nagaan hoeveel tijd er in een caseload van 16 bij een volledige werkweek van 36 uur, 2 uur per kind per week. Zeg je vroeger, was er meer oog voor het systeem waar het kind in zat, hè? Dus het gezin, omdat je kan een kind volgens mij daar niet los van zien. En nu wordt er gewoon gezegd, ja, dat kind heeft het probleem, fix het. En als je daar ook iets moet doen voor de andere leden van het gezin, dan doe je dat in je eigen tijd. Is dat het? Dat hoort erbij allemaal. En terecht. Ja. Je moet alle kinderen helpen. Ja. Maar je moet er niet van uitgaan. Die bezuiniging is bij die gemeente terechtgekomen. Okay. En dat betekent dat die gemeente enorm aan het beknibbelen is. Die wil dat wij efficiënt gaan werken met het wijkteam. Maar het is allemaal niet gelukt. Die hele transitie is een rommeltje. Okay. Heel dat aanbestedingsbeleid, dat is een rommeltje. Dat is gewoon goed beleid. En dat gaat over de ruggen van die kinderen die het meest nodig hebben. Dankjewel. Dank. We gaan naar de mevrouw daarin met een rood tasje. Dag allemaal, dankjewel Jesse. Ik ben Nona Salakori, 30 jaar basisonderwijservaring. En ik wil heel graag voor mijn jonge collega's opkomen. Omdat al dat geadministreer, wat ook in de zorg plaatsvindt, al een aantal jaren plaats heeft gevonden. Eén mevrouw zei net, en nu is het aan de politiek. Zou de politiek niet een onderzoek kunnen instellen of het baat heeft gehad of dat het eigenlijk verwaarloosbaar is? Dankjewel. Dank. We gaan even naar deze mevrouw hier. Ja, hier vooraan. De bril gaat af. Dat had ik natuurlijk niet moeten verklappen. Nee, sorry. Ik wil even reageren op iedereen die vanavond eigenlijk wat gezegd heeft. Het is toch eigenlijk vreselijk dat wij dit in Nederland met z'n allen mee moeten maken. Wij zijn met z'n allen gekomen hier naar het AFAS Live.
Ik vind ook dat we eigenlijk met z'n allen nu op moeten staan. Jesse moeten steunen en met z'n allen een verandering plaats laten vinden. Dank je. Laat dit het begin zijn, want we zijn er nog lang niet wat we met z'n allen moeten. Ik krijg gedoe met tafels als ik niet iedereen even wilde. Dus we gaan even naar de jongeman daar. Met. Ja, hi. Goeie haardos. Ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. Mijn naam is Toon en ik ben huiswerkbegeleider. En dat vind ik ontzettend leuk. En ik kom ook uit een onderwijsgezin. Ik kon er eigenlijk niet onderuit komen. Mijn vader is leraar, mijn moeder is leraar. Maar ik vind het ontzettend leuk om huiswerk te begeleiden, om die kinderen te helpen. Maar ik vind het zo zonde dat die baan eigenlijk bestaat. Ja. Omdat. Weet je, die kinderen die op school willen die leraren zo graag helpen. Maar er is gewoon geen tijd voor, dus moet ik het doen. En dan zie ik mijn vader, die is techniekleraar. En die zit dan nog steeds 's avonds thuis, uren achter de computer, dit in te voeren, dat mailtje te sturen. En dan wil ik graag praten met een leraar, want er is een probleem met een leerling, wil ik graag verhelpen. Ja, kom over 3 weken maar terug, ik heb geen tijd. Vind ik zo zonde. En dan moeten we nou echt even wat aan doen. Dank je. We gaan nog even helemaal achteraan, want dit vak moeten we ook even... de meneer daar achteraan. Hij staat al. Zijn armen zo wijd alsof hij gaat zingen. Niet zingen. Ik ben Joost Smiers. Ik heb een rekening bij ING. Ah. Dit is wel iemand die moed heeft. Hè? Moedig. U begrijpt er waar het naartoe gaat. Het OM heeft geconstateerd dat er op grote schaal misdaden begaan zijn, jaar na jaar. De bank is geen abstractie, het zijn concrete mensen. Als ik een misdaad bega, mogelijke misdaad bega, moet ik bij de strafrechter verschijnen. En ik begrijp niet waarom verantwoordelijken binnen ING niet naar de strafrechten moeten. Dank je. Ik ga er straks nog wat meer over zeggen, over ING. We hebben dividendbelasting, maar dit soort dingen die gebeuren, dat gaat niet alleen over het geld wat ermee gemoeid is, maar het raakt onze democratie. Omdat als je met elkaar zit en ziet welke problemen je in je werk meemaakt en je vraagt om verbeteringen en er gebeurt niks, maar je ziet dat grote bedrijfsleven overal mee wegkomt, dan raakt dat je gevoel en het vertrouwen in de democratie. En dat is levensgevaarlijk. Dat zouden ze moeten snappen in het kabinet. Dank je. We gaan naar deze meneer. Ja. Oh, ga eerst maar daar naar die mevrouw. Sorry, daar is ze dichterbij. Ja. Ik zie aankomen dat we gewoon de hele tijd gaan doen. En dan, Ik wil het even hebben over passend onderwijs. Ik ben Kim. Ik werk in het voortgezet onderwijs en daar is passend onderwijs ook echt een probleem. We hebben kinderen in de klas die zwaar autistisch zijn, PDD, NOS, noem het allemaal op. En daar ben ik niet voor opgeleid. Ik ben opgeleid om kinderen Frans te leren. Maar nu zitten wij met volle klassen, met kinderen die extra hulp nodig hebben. En ik kan dat niet bieden. En mijn collega's ook niet. Ik werk op een school met zo'n 1400 leerlingen. En daar hebben wij 2 zorgmedewerkers voor. En dat is weinig. 2. En ze werken part-time. En weet je, er wordt zoveel van de docenten gevraagd. En 2 jaar terug trof ik mezelf huilend aan het bureau van mijn leidinggevende. Het raakt mij heel diep. En je praat nu vanuit jouw ervaring als docent, maar je hebt die ervaring ook omgezet in actie, want je bent een van de drijvende krachten achter VO in actie om iedereen op de been te krijgen. Dus heel knap dat je dat zo hebt gedaan. Dankjewel. Dank. All right. We gaan eerst naar deze. Hier zo. Sorry. Ja. En dan daar, iemand die staat te zwaaien. Die mag ook. Ja. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Jan Marijnissen. Geen vriendin niveau. Waaah. Ja, dat is een klassiek. Jan, wat leuk.
Ja. Twee dingen. Eén, ik zie als intern begeleider in het speciaal onderwijs onze school de laatste drie jaar ontzettend groeien. En terecht, want de kinderen in het cluster 2 onderwijs, de stille kinderen in de klas, horen ook... Wat is cluster 2? Kinderen met een communicatieve handicap, spraaktaal, problemen, gehoor, autisme. Die komen gelukkig nu weer bij ons op school. Want je kunt niet met een groep van 28 smokkers, ZML'ers, cluster 2 kinderen, allemaal goed. Sorry. Super vervelend dat jullie verhalen, maar niet iedereen komt uit het speciaal onderwijs. Okay. Dus. Allemaal kinderen met diverse tekortkomingen, die hebben extra zorg nodig. En je bent als leerkracht BAO geen supermens, je bent een mens. Dus dat is één. Verder zie ik dat mijn oudere collega's, ondanks de BAPO, toch nog moeite hebben om tot en met hun pensioen door te gaan. En ik zeg ook tegen de vakbond, de AOB, vecht weer voor een terugkeer van een BAPO om gezonde leerkrachten die wat ouder zijn in het onderwijs te behouden. En wat bedoel je even, want de BAPO, hè, dat is de regeling om, zeg het zelf maar, wat is de BAPO? BAPO is dat je een halve... Ik heb één instructie gekregen, ik heb één instructie gegeven. Ik heb de eigenschap om altijd dingen zelf uit te gaan leggen. Zeiden, doe dat nou niet vandaag. Dus vraag nou gewoon mensen. De BAPO, wat is de BAPO? De oude BAPO maakt het voor mensen mogelijk om langer en gezonder in het onderwijs te blijven. Doordat ze een dag per week... vrij kunnen nemen. En dan betalen ze de helft zelf en de helft door het dus om. Het is geen vroeg pensioen, hè? Dus dat mensen eerder met pensioen gaan. Het is dat je ietsjes minder gaat werken richting je pensioen. Precies. Oké, dankjewel. En tot slot, en dat vind ik het mooie van deze kantine en de actie van PO in actie die het gaat verbreden. Ik zie een vergelijk met van de week. Toen stonden Bram van Ooyik en jij voor Hoek en Lily op een podium. En ik weet zeker, als wij met de goede zaak en al die politieke partijen die daarvoor gestreden hebben en al die mensen, als we dat niet gedaan hadden, dan was het de druk niet zo groot geweest om ze nu in Nederland te mogen blijven houden. Dus het gecombineerde actievoeren werkt wel degelijk. Dankjewel. De dame uit Amsterdam, als ik het me goed herinner. Dat klopt, ja. Sophie Veldhuizen. Ik werk op een middelbare school in Amsterdam, als docent Nederlands. En het passende onderwijs heeft mij vorig jaar een burn-out ingeduwd, waar ik nog steeds in zit. En dat valt mij heel erg zwaar, want ik wil ontzettend graag weer aan het werk. En ik ben vorige week voor het eerst weer op mijn school geweest om toch weer eens even te gaan kijken. En te kijken, kan ik niet weer aan het werk? En binnen een uur stond ik huilend weer buiten om maar weer naar huis te gaan. Wat is er nou gebeurd? Ik had een mentorklas, eindelijk mijn eigen mentorklas. Eindelijk voor mezelf, helemaal mijn mentorklas. En met 2 van de 25 leerlingen was niets aan de hand. Met 23 van de 25 leerlingen was iets aan de hand. Dat zorgde ervoor dat ik het hele schooljaar bezig was met gesprekken, met ouders, weer een afspraak, weer een ouderavond die helemaal volgepland zat. Van 6:30 tot 9:30. En daarna gewoon om 8:30 weer in de ochtend verschijnen natuurlijk. Maar dat bleek niet genoeg te zijn voor de ouders van deze leerlingen. En de ouders van deze leerlingen die wilden dat ik nog meer zou doen. Ik kreeg op een gegeven moment een mailtje van een moeder met we zijn teleurgesteld in de mentor. Nou, dat was echt mijn breekpunt. Het moment waarop ik zei, dit kan ik niet meer. En ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen. Ik voel me alsof ik de hele tijd aan het falen ben. En ik wil niet meer falen. Ik wil het gewoon goed doen. En dan werkte ik nog niet eens fulltime. Nog niet eens. Hoe is het dan voor die mensen die wel fulltime werken? Doen die dan maar half werk? Nee, dat geloof ik niet, want ik zie ze. Ze werken naast mij. Ze doen ook van alles. Heel erg veel. We gaan er allemaal aan op een gegeven moment. Dat is het gevoel dat ik erbij heb. En wat krijg ik dan te horen van mensen is, nou ja, weet je, dan verdeel je je tijd niet goed. En misschien moet je dan eerst eens bij jezelf gaan kijken wat er bij jou fout gaat. Je zegt van mensen krijg ik dat te horen. Van wie dan? Je hoeft geen naam en rugnummers. In eerste instantie van mijn leidinggevende. Oh ja. En vervolgens van mensen om me heen, vrienden.
nou ja, vrienden. die zeiden van ja, dan moet je dan toch misschien maar zelf eventjes gaan kijken hoe je dat gaat oplossen. En dat is nu zover dat ik inmiddels twijfel of ik nog wel in het onderwijs wil blijven werken. Terwijl daar echt mijn hart ligt. Er zei net iemand van, ik kom uit een onderwijsgezin, nou ik ook. En ik heb heel lang getwijfeld of ik het wilde doen. Maar de eerste dag dat ik voor een klas stond, dacht ik, dit is mijn vak, dit is mijn beroep. Maar inmiddels, als het dit is, dan weet ik niet of ik het kan. Dus er moet echt iets gaan veranderen nu, want dit is niet vol te houden. Dank je. Dank. We gaan naar de... Ja, daar, naar de meneer met het jasje. Hi, ik ben Carlo uit Amsterdam en ik heb een jaar lang op een gesloten afdeling gewerkt voor demente bejaarden. En wat ik hier vanavond eigenlijk hoor, of vanmiddag, het wrange is dat de liefde die die mensen voor hun patiënt hebben, voor hun vak, dat maakt dat we hier nu zijn. Want wat er gebeurde bij ons, was dat er in de nacht één zuster of broeder op 40 bewoners stond. En als er dan een virus was op de afdeling, dan wisten wij dat de helft van de mensen in hun eigen veiligheid lag. En dan kwam 's ochtends kwamen wij binnen en dan was de eerste reactie, sorry, ik ben nog niet helemaal klaar. En dan bleef mijn collega 2-3 uur langer, die net een nachtdienst had gehad, om ons te helpen de mensen uit bed te krijgen en aan het eten te krijgen. En ik denk het feit dat mensen toen sorry zeiden, dat heeft toen geleid dat we hier nu zijn. En het is geen tijd meer om sorry te zeggen, daarom is deze middag zo goed. Het is gewoon klaar. En ik heb zoveel respect gekregen voor mensen die daar werken. En die, hun liefde is misbruikt al die jaren. En dat moet stoppen. En daarom is het tijd dat we hier nu paal en perker stellen. En daarom, Jesse, vind ik het heel goed dat we dit doen als partij. Dankjewel. Heel goed gesproken. Ik, afgelopen vrijdag reageerde Mark Rutte op ons toen ik had gezegd dat er een crisis is in de publieke sector. Op de hem gebruikelijke wijze bij zijn persconferentie. Ja, we zijn een fantastisch land. Na Zwitserland is het gewoon niet beter. Maar wat hij vergeet, is dat we inderdaad een fantastisch land zijn. En dat de zorg heel goed is. En het onderwijs en het openbaar vervoer. Maar dat dat niet dankzij de politiek is, maar eerder ondanks. En dat dat komt door mensen die inderdaad na een nachtdienst zeggen, ik blijf nog even, want ik laat mensen niet in hun veiligheid liggen. En de prijs wordt betaald door al die mensen die nu in de publieke sector werken. En daarvoor komen we in actie. Heel goed. Ik zag hier ook nog, daar zo. Ja, daar, de Hawaii-bloesje, dat is lang geleden. Oh, of was daar, nee, mag ook, nee, het Hawaii-bloesje. Die doen we, ja. Nou, mijn naam is Seth, ik kom uit Pannerden. En ik heb een moeder die in de thuiszorg werkt. Dat doet ze ongeveer al 30 jaar lang. En ongeveer een jaar terug, of anderhalf jaar terug, ging haar zorgbedrijf failliet. Als in waar ze werkte. Dat bedrijf maakte een doorstart. Maar zij werd teruggegaan in de loonschaal. Ja. Ze kregen minder uren. En ze moest daarnaast ook nog een studie doen. Na 30 jaar. Was dat niveau 2 er? Niveau 3. Niveau 3, oh ja. En ze moest naar niveau 4. Ja, ja. Dat heeft ze dus moeten doen. Ze heeft een aanvulling moeten krijgen bij het UWV. Omdat het loon ongeveer €400 per maand naar beneden ging. Ze heeft daar heel veel stress mee gehad. Ja. Tot aan huilens toe. Ik heb haar zoveel mogelijk geholpen met haar studie. Dat terwijl ik daarnaast ook nog eens een keer de docentenopleiding doe. Ja, dat is wel handig. Ja. Huh? Nee. Dat had ze slechter getroffen kunnen hebben. Ja, inderdaad. Ja. Maar ze heeft het uiteindelijk gehaald. Maar als ik gewoon kijk van toen na die doorstart mocht ze bepaalde dingen meer doen die ze al wel kon. Ja. Maar vanwege dat diploma kon dan niet in één keer. Dank. Heel herkenbaar. Dankjewel.
De mevrouw daar. Die nu gaat staan. Hallo. Zullen we eerst eens klappen voor al die mensen die met die microfoon rennen? Ik vind het wel echt... Respect. Ja, sorry. Dankjewel. Ik ben Karin uit Huizen en ik wil een verhaal delen over mijn moeder die in Amsterdam woonde. En dat is niet om mensen aan te vallen in de zorg of elders. Maar wat er gebeurde vorig jaar, zij werd ontslagen uit het ziekenhuis, 82 jaar. Een opeenstapeling van kwalen tot en met 2 Achillespeesontstekingen waardoor ze niet kon staan. In het ziekenhuis werd mij verzekerd dat ze niets meer voor haar konden doen en ze kon naar huis. En thuis zou het geregeld worden, want daar waren afspraken over gemaakt. Ik kreeg een telefoonnummer mee en dat ging ik die middag bellen dat we naar huis mochten. Oh, zei die mevrouw, boodschappen doen? Nee, dat kan niet. Nee. Oh, eten geven? Nee, dat doen we ook niet. Kortom, ik heb die middag, ik denk met 14 verschillende instellingen gebeld, want ik ging van het hokje, van het kastje naar de muur, naar het CIZ, naar de gemeente, naar particuliere instellingen heb ik gebeld. Ik dacht, dan moet het maar geld kosten, maar er moet iemand komen nu. Uiteindelijk zei iemand, nee, weet u wat u moet doen? U moet de zorgverzekeraar bellen, want hier moet een PGB komen. Ik dacht, nou ja, misschien. Ook weer geprobeerd. Kortom, ik heb een slaapzak thuis opgehaald. Ik ben bij mijn moeder gaan slapen, want er kwam gewoon helemaal niemand. En dat heeft een week geduurd. En nu is de vraag, hoe is het nu geregeld? Nou, ze is overleden een maand daarna, want zo ziek was ze. Maar wat ik ermee wil zeggen, bij elk telefoongesprek wat iedereen heel goed kon doen, was de regels uitleggen. Exact hoe het is. Op een gegeven moment zei ik, u hoeft het niet meer vertellen. Ik kan het nu zelf uitleggen, ik kan uw baan overnemen. Mensen worden zo gekokerd, verkokerd om te vertellen wat ze kunnen en mogen doen. Maar er is niemand die luistert en zegt, ik ga u helpen. Had het verschil gemaakt als iemand had gezegd, oh, wat is dit vervelend. En ik ga u helpen, maar ik weet niet of het gelijk kan. Kunt u misschien uw slaapzak ophalen, hè? Of u moet er zelf... En had dat geholpen, ook als het dan ook een week had geduurd? Dat had geholpen. Ik heb 2 mensen aan de lijn gehad die dat inderdaad zeiden. Ja. En daar heb ik ze ook voor bedankt, want dat is al heel wat. Dus het is niet eens het moeten zorgen voor je moeder, wat je ook met liefde, kan ik me voorstellen, doet. Maar het idee dat je, of nou ja, dat het moet, dat er geen andere optie is. En dat er niemand zegt, ja, dat je niet wordt geholpen. Ja, maar ik kon haar ook niet verzorgen met alle medicijnen en de klachten die ze had. Maar goed, ja, ik kan haar wel naar bed helpen en ik kan haar eten geven en drinken en boodschappen doen. Dus dankjewel. Dank. We gaan naar een jonge man hier. Hallo, ik ben een 15-jarige jongen. Kijk. Ik ben een beetje zenuwachtig, maar... Relaxed. Doe gewoon net. We doen net of er niemand is. We gaan we samen aan het babbelen. Ja. De rest hoort niks. Mijn naam is Steven de Jong. Zoals ik net al zei, ik ben een 15-jarige jongen en ik zit op het speciaal onderwijs. Ik heb zelf last van autisme en dan de Asperger, de vorm daarvan. Op het moment doe ik ook 4 HAVO. Het probleem is heel erg dat op onze school zijn er zo weinig leraren die aan ons les kunnen geven, dat wij zelfs op onze school maar gewoon 1 vakkenpakket kunnen kiezen. En dat zorgt dat wij, tenminste dat ik voel dat ik een klein beetje opgesloten zit, zeg maar. En dat maakt ook dat ik het op het moment heel lastig heb op school. Op onze school hebben we ook hele kleine klassen. Dat de leraren wel gelukkig heel veel aandacht aan ons kunnen besteden. Dat ze ons wel echt kunnen helpen. Maar dat ik wel merk dat er soms ook gewoon vakken zitten waarvan ik echt denk van ja, maar dit vind ik zo ongelooflijk lastig dat het gewoon niet echt bij mij past. En je kan niet kiezen? Nee, er is gewoon maar 1 vakkenpakket. Je bent nu 15, wat zou je willen? Wat zijn je dromen? Waar lig je 's nachts wakker van in positieve zin? Wat wil je? Ik wil zelf, als ik kijk naar mijn toekomst in banen, zeg maar, zou ik zelf wel heel erg naar het onderwijs willen gaan. Oh jezus, ik tril helemaal. Niemand heeft het hierdoor. Ik zag het ook niet. Ja,
ik zou zelf later wel heel erg graag naar het onderwijs willen gaan. Om ook gewoon kinderen die hetzelfde doormaken als ik in dit geval wel heel erg te kunnen helpen. Om ze ook wel verder te laten gaan en het leven in het onderwijs wel makkelijker te kunnen laten maken. Super. Heel veel succes. Dankjewel. Heel goed. Viel mee, toch? Heel goed. Kappen. Kappen, zeg je. Ja. Ik ga, dit is Bastiaan. Groot applaus voor Bastiaan. Dat is een van de mensen die dit mogelijk maakt hier vandaag. En nu snap ik wat hij volgens mij al 10 minuten aan het doen is. We gaan naar de mevrouw die daar... Ik kan nog naar één iemand. En die mevrouw stond net en die krijgt het laatste woord, sorry. Het is de schuld van Bastiaan. Ja, dat even helder is. Nou, Bastiaan, bedankt. ik ben Marit uit Leeuwarden. Ik heb jaren geleden bij het GGZ gewerkt, psychiatrisch verpleegkundige. Ik kom uit een onderwijsfamilie. Ik herken eigenlijk alle verhalen. Wat mij dwars zit is dat ik merk dat al deze mensen doen hun vak met liefde. En van die liefde wordt misbruik gemaakt. Door, we weten, je komt toch wel een uur eerder. Je gaat toch wel 2 uren weg. Later weg, want je laat je patiënten niet in de steek. Je laat je leerlingen niet in de steek. En dat nekt ons nu. Want er wordt gewoon, ja, wat ik zeg, er wordt misbruik van gemaakt. Dat is... Dankjewel. Dank. Ik moet gaan afsluiten. Maar dat wil ik niet doen. Het is al een paar keer gegaan over het belang van in actie komen. En als er één iemand... Nou, er weten heel veel mensen hier. Maar er is hier zeker iemand die weet hoe je dat doet... En wat je moet doen. En ik wil heel graag het woord geven aan Thijs Rovers. Dus als jij hier wil komen. En dan wil ik hem een groot applaus geven. Hi. Dan is het podium voor jou. Dan ga ik op jouw plek zitten. Dankjewel voor het warme welkom. Ik sta hier vanavond als GroenLinks-lid, maar ook als leerkracht in Amsterdam. En ik herken heel veel verhalen die jullie vertellen. Vanuit de zorg. Maar eigenlijk alles wat ik hier ook over het onderwijs hoor, ik herken het. Dat is ook de reden dat we op een gegeven moment vanuit PO in actie zijn gaan zoeken naar bondgenoten. Want ik herken heel veel passie, maar de problemen die we hebben, delen we ook. Personeelstekort en hoge werkdruk, dat is in de hele publieke sector het geval. We hebben daarom aansluiting gezocht bij Zorg in Actie en bij de politiemensen van Malieveld 2.0. En vorige week zijn we de hand ineen gaan slaan en hebben we opgeroepen tot een gezamenlijke actie op 2 oktober in Den Haag. En ik vind het echt tijd dat iedereen zich daarbij aan gaat sluiten. Ook VO in actie van Kim van Striem doet mee, maar talloze andere organisaties hebben al gezegd om mee te doen. En wat is nou die insteek? Wat ons echt tegen de borst stuit, is dat wij, ik denk wel, de meest loyale beroepsgroep zijn. We staan er altijd, dat doen we jaren, ook al staan we 8, 9, 10 jaar op de nullijn. En wat doet dit kabinet? Dit kabinet geeft 2 miljard weg... aan bedrijven die dreigen weg te gaan als de belasting moet worden betaald over hun winst. En als dat boven loyaliteit gaat van de publieke sector, dat is echt de grens. Daar moeten we met z'n allen voor opkomen, zorgen dat dat niet gaat gebeuren. En in de week van 2 oktober, tijdens de financiële algemene beschouwingen, willen wij met zoveel mogelijk mensen uit de publieke sector laten horen dat er ook in onze loyaliteit een grens zit. En die grens is nu als we deze dividendmaatregel gaan doorvoeren. Daarvoor, dankjewel. Blij dat jullie het met me eens zijn. Daarvoor hebben we wel jullie hulp nodig. We zijn een collectief gestart, publieke sector in actie. Je vindt ons op Facebook, je vindt ons op Twitter en vanaf volgende week op de website. Meld je daar aan, zorg dat je op de hoogte blijft. Volgende week komen we met de acties, zullen we ze bekendmaken. En vertel het alsjeblieft tegen je collega's, genoeg is genoeg. Samen sterk, sta op voor de publieke sector. Dankjewel. Dankjewel Thijs. Dankjewel. Cadeau van ons, omdat we zo trots op je zijn. Een microfoon, je mag hem meenemen. Lieve mensen, aan dit kantinegesprek, aan dit onderdeel is een einde gekomen. Ik zou zeggen, die laatste oproep, daar zat geen woord Spaans bij. Kom allemaal, kom in actie, want uiteindelijk als je verandering wil, dan begint dat
aan de basis. Deze middag is nog niet voorbij, dit gesprek wel. Daarvoor heel veel dank. Ik had nog wel de hele middag verder gehad, maar ja, we hebben Bastiaan. Er komt nu een heel ander onderdeel met muziek en ik zie jullie straks weer. Dank jullie wel. Tot straks.